Meneer Holmband, PTC bestaat dit jaar 25 jaar en jullie hebben deze week een nieuw logo onthuld. 25 jaar PTC, wat betekent dat? 25 jaar PTC, waarvoor gezorgd is dat er al 25 jaar lang deskundigen afgeleverd worden aan de samenleving. En ik denk direct ook weer aan mijn verleden, waarbij ik bij een instituut heb gewerkt, een bedrijf heb gewerkt, waarbij ik zag dat ze natinners binnenhaalden. En eigenlijk een hele opleidingstraject, ze hadden ook een hele opleidingsinstituut, in place hadden om die natinners de juiste competenties bij te brengen om in het bedrijf te werken. En hier ten dagen zie ik dankzij PTC dat die activiteiten niet meer nodig zijn. Dat is 25 jaar PTC, waarbij we die samenleving nu HBO'ers afleveren, aanbieden, die voor de samenleving kunnen zorgen aan verbetering. En toch denk ik van, wat is de impact van het PTC geweest tot nu toe? Nou, zoals ik het reeds zei, we hebben dus nu op een gegeven moment, ik denk rond de 700 alumni op bachelor niveau en rond de 100 masterstudenten als alumni. Dat is dus wat PTC de afgelopen 25 jaar heeft geleverd en ze zitten overal. Praktisch alle bedrijven hebben wel een PTC-medewerker die daar aan de weg timmert. Zelfs bij de overheid kom je ze tegen. En wat zijn de opleidingen die PTC verzorgt? Wij hebben dus nu actief, omdat er een paar, bijna wil ik zeggen slapend zijn, 12 bacheloropleidingen, bachelorprogramma's en twee masterprogramma's actief zijn. Van de bachelorprogramma's kennen we bij College of Technology hebben we ICT, werktuigbouw, elektrotechniek, infrastructuur. Noemen wij een beetje de harde techniek. Dan hebben we aan de andere kant College of Agriculture and Health. Daar hebben we laboratoriumonderwijs, food technology, agriculture and animal production and health, agronomie en agribusiness management. We hebben onze College of Logistics, waar we nu hebben hydrologie. We zijn gestart bij College of Logistics met air traffic controller, maar die is dus nu niet meer actief. Er wordt geen vraag meer vanuit de overheid daarvoor gesteld bij ons. We hebben dus nu ook nog vastgoed en makelarij die bij College of Logistics zit. En we hebben in voorbereiding bij College of Logistics natuurlijk ook hotelmanagement en veiligheid. In integrale veiligheid die is in ontwikkeling en verkeerskunde die allemaal naar College of Technology gaan, College of Logistics gaan. En we hebben ook nog een teachers, College of Technical Teachers Training. Die is een van de colleges die een beetje slapend zijn, omdat we ook qua sociaal-economische ontwikkeling en de manier zoals de overheid invulling geeft aan het personeelsbestaan, lerarenbestaan, hebben wij dat een beetje on hold gezet, omdat ja, er niet echt gekeken wordt naar het niveau binnen, wil ik zeggen. Want iemand die bij ons afstudeert, we hebben nu één student die afstudeert, bachelor in education, die is toch wel ietsje anders dan iemand die zeg maar een opleiding heeft gevolgd waarbij ze zeg maar vanuit de IOL een pedagogische getuigschrift hebben gehad. Toch? Maar alles wordt op één lijn gegooid, waardoor het niet interessant is voor de burger om zeg maar echt technisch te gaan worden opgeleid. En we merken het ook in onze opleiding, dat je geen technische, echt beroepsgerichte leerkrachten vindt. Je vindt de wetenschappers en je vindt de algemeen vormende. En dat levert natuurlijk wel zijn uitdagingen. Maar zolang we dat beeld niet hebben geswitcht van, weet je, je kan je pedagogisch getuigschrift hebben, maar je bent geen vakspecialist als het gaat om elektrotechniek, als het gaat om werktuigbouw, als het gaat om infrastructuur. Je hebt daar die bagages niet voor gehad. Je kan misschien wel getraind om wiskunde te verzorgen of scheikunde te verzorgen, maar het is toch wel ietsje anders. En daarom is dus onze College of Technical Teachers Training nu een beetje slapend. Maar we zijn bezig te kijken hoe wij toch nog die samenleving die deskundigheid kunnen brengen. We zijn bezig met een aantal vernieuwingen daarbinnen. Om ervoor te zorgen dat ook daarin wat verandering komt. Maar dan gaan we het meer richten op korte trainingen dan een volledig programma. Oké, u heeft heel veel mooie opleidingen opgenoemd. En ik hoor, mij valt bijvoorbeeld op landbouw.
Maar ik vraag me dan af, hoe zichtbaar is PTC als jullie al 25 jaar bestaan? Dat is een hele goede opmerking. Dat is de grootste uitdaging die we hebben als het gaat om het gezicht van PTC. Dat we merken dat zelfs binnen de overheid die heeft bijgedragen, die grote stappen heeft gezet om PTC op te richten, merken we dat de overheid niet eens bekend is met de zaken van PTC. We hebben, als we het hebben over agronomie, agrarische opleidingen, hebben we gezien dat de vorige president, en eigenlijk hoor je het nog steeds in het huidige parlement, dat er gesproken wordt over landbouwonderwijs op middelbaar en hoger onderwijs. En ik denk van, hé, maar zijn we niet bekend? Gelukkig praat onze huidige minister erover en heeft hij de instituten bij elkaar gebracht om te zeggen van, we gaan de zaken stroomlijnen. Maar we merken inderdaad dus dat de activiteiten van PTC nog niet zo bekend zijn voor die samenleving. En daar werken we heel hard aan. Het is een van de opdrachten die we ook vanuit het nieuw bestuur hebben van zorg ervoor dat men precies weet wat PTC allemaal kan doen en waarvoor ze bij PTC terecht zijn. Ik zeg het ook, ik heb laatst een meeting gehad met een deel van de commissie onderwijs van het parlement. En ik heb zo gezegd van, weet je, ADEC is inderdaad een heel goede organisatie als het gaat voor onderzoek. Maar als je het hebt over toegepaste onderzoek, als je wil weten van, hey, werkt iets, dan is PTC er. En vergeet dat niet. En vaker vergeet men het. Luister ook weer naar het ontwikkelingsplan. Dan zie je dat iedereen kijkt naar de universiteit, ADEC. En ze vergeten dat we een University of Applied Sciences hebben die al 25 jaar bezig is en die ook wel onderzoek doet. We hebben recent, einde van het jaar, is een van onze masterstudenten afgestudeerd op het gebied van waterbeheersing. En hij heeft zelfs een prijs gehad. Hij is cum laude, nou, ik weet niet of hij cum laude is, maar hij heeft in ieder geval een heel hoog cijfer gekregen voor zijn afstuderen. En hij heeft een prijs gehad voor het product dat hij heeft afgeleverd. Die eigenlijk direct inzetbaar is bij openbare werk. Om te zeggen van, hé, we kunnen op zo'n manier de sluizen van Suriname gaan beheersen. Je hoeft niet elke keer te zorgen dat mensen moeten gaan rennen. En dat zijn onderzoekingen die onze studenten allemaal doen om die samenleving te ondersteunen. Het ligt ook aan ons natuurlijk dat we niet goed genoeg naar buiten komen. En tegelijkertijd zeggen we ook aan de samenleving, ook zeker de stakeholders, van volg ook. We geven al 2 jaren, denk ik, dit is het derde jaar, geven we ook onze afstudeerboekjes uit. Die naar alle stakeholders gaan, naar alle belangrijke, waarbij alle afstudeerprojecten zijn aangegeven met contactgegevens van de studenten. Met informatie. Ze kunnen ook bij ons in onze files komen als mensen die informatie willen hebben, zodat men weet aan welke onderzoekingen er allemaal onze studenten hebben meegewerkt en wat de resultaten daarvan zijn en hoe ze toepasbaar zijn in die samenleving. En dat geven we ook mee om wat meer inzage te geven. Misschien moeten we onze afstudeerboeken ook naar de pers te sturen, zodat het gewoon ook bekend wordt gemaakt van hé, dat ding is er. Absoluut. Oké, 25 jaar. Zichtbaarheid wordt verbeterd. Jullie zijn in een huis dat niet van jullie is. 25 jaar lang. Dus krijgen jullie eindelijk in jullie 25ste jaar op weg naar 26 jullie eigen huis? Ja, we krijgen ons eigen huis. Gelukkig, en ik moet nog zo denken aan ex-minister Samsudin, die hier onze eerste de beschikking gaf voor ons terrein. Die toen zelf ook nog zei, ja, ik voel mezelf schuldig, want ik heb ook PTC de deur gewezen, ook weggeschopt van waar ze waren. Want dat is ook wat er met ons gebeurt. We groeien natuurlijk. Als we bekijken, 25 jaar geleden zijn we met 3 programma's begonnen. Nu hebben we 12 programma's, plus 2 master en er komen nog meer programma's. Dat betekent dat je dus uit je voegen groeit en meer ruimte nodig hebt. En instanties groeien ook. Want we zaten bijvoorbeeld, ik kan me ook herinneren, we zaten ook op het IOL. Daar hebben we onze eerste computeropleidingen verzorgd. We hebben een hele computerlab daarvoor, IOL, opgezet. Ook in samenspraak met Telesuur overigens. Met ondersteuning van Telesuur. En IOL groeit en IOL zegt, ik heb mijn ruimte nu nodig, dus gaan jullie eruit. Toch? Dan zijn we dus ook eruit geschot. Een beetje oneerbiedig gezegd. We hebben 25 jaar lang gebruik gemaakt van ruimte van derden. En dat heeft misschien ook te maken, als we kijken naar de geschiedenis van PTC, in welke periode PTC is opgericht en wat er toen gebeurde, dat dat misschien de oorzaak is geweest. Want ik heb ook bij mijn aantreden heb ik ook zeker bijna 2 tot 3 jaar lang met het bestuur zitten
boksen om te zeggen van het kan zo niet doorgaan. In de statuten is eigenlijk ook aangegeven van zoveel mogelijk gebruik maken van locaties van derden. En je moet begrijpen wat dat betekent. Het staat in de statuten, dus het bestuur zei van dat is gezegd, dat moet je doen. En dat komt. PTC is 25 jaar, dus als we even rekenen, is 97. Als u de geschiedenis van Suriname kijkt, dan weet u welke situatie we waren in 97. Ook een crisissituatie. Dus ik vond het dapper, ik vind het nog steeds dapper van de regering toen dat ze hebben gezegd van hé, we zitten in een crisis, maar we gaan toch PTC laten opstarten. Maar ze hebben toen gezegd van weet je, we hebben geen geld, dus we kunnen PTC geen gebouw geven, we kunnen niet ervoor zorgen dat er voorzieningen zijn. Dus maak gebruik van ruimte van derden. En zo is dat ding ontstaan en dat heeft eigenlijk direct de beperking gelegd voor de groei qua logistiek voor PTC. Uiteindelijk, het heeft me pijn gedaan toen ik mijn studenten buiten zag vergaderen. En ik vroeg ze, wat doen jullie hier? Ik zal niet zeggen waar, want ik wil geen reclame maken voor de locatie. En toen zeiden ze, ja, we moeten toch in groepen werken, maar begin ook als we zijn hier gekomen. En dat was het voorbeeld dat ik toen naar het bestuur toe bracht en zei van, dit kan toch niet. En dat is de ommekeer geweest. En we hebben toen, vanaf toen, zijn we met het bestuur gaan werken aan het zoeken naar terrein, het praten met de overheid voor een stuk terrein. En uiteindelijk in 2017 kregen we de beschikking van minister Samsudin. We hebben dus nu ons terrein en we hebben uit eigen middelen ook weer een gebouw kunnen opzetten waar we onze ICT en elektrotechniek studenten gaan kunnen opvangen. En we hopen dat tegen eind van de maand helemaal in gebruik te kunnen nemen. Dat is ons eerste gebouw. En volgens mijn financiële en logistieke managers, die zeggen van we moeten niet langer dan 2 jaar nog hier blijven, want dan moeten we ons ander gebouw hebben waarbij we dan van hier verhuizen. En in ieder geval kantoor en een aantal leslokalen nog extra kunnen aanbieden. Dat zijn de eerste stappen. Dus we hopen in 2025 dat we niet meer hier zijn, maar dat we op ons terrein volledig zitten met onze studenten die de ruimte hebben om op eigen locatie ook hun eigen dingen te doen.